Als ik zou moeten vertellen over het vak Nederlands, dan zou ik zeggen dat we in de onderbouw veel werken aan grammatica en spelling. En dat we eigenlijk gedurende alle schooljaren veel lezen. Leerlingen lezen veel hier op school. In de eerste en tweede klas mag je hier zelf kiezen wat je leest bij Nederlands. Ik denk dat dat een heel fijn instapniveau is. We hebben wel de regel dat ze niet uit het Engels vertaald mogen zijn, omdat er hier op school ook heel veel in het Engels gelezen wordt. In de eerste klas komt echt van alles voorbij. Ja, het dagboek van een loser mag zeker. Als je vanuit jezelf een onderzoekende houding hebt, snel geïnteresseerd bent, het leuk vindt om na te denken over bepaalde onderwerpen en daar een mening over te vormen, dan ben je hier zeker op je plek. Ik kan heel erg genieten van de persoonlijke gesprekken met leerlingen die nog even blijven hangen in het lokaal. Dat is hier wel een beetje standaard.